Mensen keken raar op toen ze een tractor in het centrum van Amsterdam zagen rijden. Het was een van de bekendste boeren van Nederland, namelijk boer Frans van het tv-programma Boer zoekt vrouw. Hij parkeerde zijn tractor met daarachter een aanhanger met een grote koffiebar midden op de Dam. Ben je vrijgezel? Ja. Ja, ik ben inderdaad vrijgezel. Ja. En wat vind je dan van boer Frans? Nou, ik vind wel op zich wel een leuke jongen. Het is niet echt mijn type, maar ik zag hem hier staan en ik dacht, in het echt vind ik hem ook wel leuk. Nou, hij is hartstikke aardig. En een leuk praatje mee maken. Ik vind het een hele leuke man. Ja, hij kan goed koffie zetten. Ik heb net een kopje koffie gedronken. En dat was wel heel gezellig, ja. Boer Frans, melkveehouder en vrijgezel, nodigde een paar mooie dames uit om een kopje koffie te drinken. Als een echte gentleman maakte hij zelf de koffie met verse melk klaar. De dames konden genieten van een heerlijke cappuccino of café latte, die hij in een handomdraai op de bar zette. Je zoekt nog steeds een vrouw? Ja. En waar moet jouw nieuwe vrouw of vriendin aan voldoen? Ah, ze moet natuurlijk wel heel goed kunnen koffie zetten. En wat nog meer? Ja, een beetje eten ook. Voor de rest, gewoon als mijn hele lieve gezellige meid is, is het goed. Ja, ik hou gewoon van normale koffie. Ze vonden de koffie allemaal heel lekker. Ja, een paar leuke dames staan er wel bij me. Veel Nederlanders zijn overgestapt van de ouderwetse koffie uit de kan naar de snelle en gebruiksvriendelijke koffiezetapparaten met koffiepads. Vanaf nu is het zelfs mogelijk om ook verse melk te gebruiken in het nieuwste apparaat. We gebruiken vandaag de verse melk die boer Frans met zijn melkkoeien produceert. Gebruiken we in ons nieuwe Senseo Latte Select apparaat. En de koffiebar die je achter ons ziet, die stellen we aan Frans beschikbaar. Om leuke dames uit te nodigen en hopelijk een nieuwe leuke dame te ontmoeten. De verse melk doe je in een geïntegreerd reservoir in de machine. Dan selecteer je de koffiespecialiteit. Hij maakt cappuccino, latte macchiato, café latte en gewoon zwarte koffie. En het apparaat doet eigenlijk de rest, inclusief het opschuimen van de melk. Boer Frans vermaakte zich prima en babbelde nog gezellig door aan de koffiebar op de Dam.